en wat me nou weer gebeurt, dat ik echt denk, hoe dan? Goedemorgen, het is dinsdag. Vanochtend was een beetje haastig, we waren een beetje laat. En ik ben nu thuis en ik keek en ik heb mijn schadevergoeding eindelijk binnen van die inbraak. Na ruim 3 maanden. Dus ik ben aan het kijken voor het nieuw bed. Ik weet wat we willen en nu moet ik het alleen even vinden. Want ons bed is natuurlijk kapot gegaan in de inbraak. Dus dat is echt, echt heel kak. En het is echt lastig om te vinden wat we zoeken. Want er is schijnbaar niet heel veel keuze in. Maar ik wil niet alles moeten vervangen in de slaapkamer. Want we hebben natuurlijk een hele andere planning. Dus ja. Cookies is zo irritant. Elke website weer. Ik ga dus even verder zoeken en kijken of ik voor vandaag een bed kan vinden. Want ik wil hem het liefst echt vandaag bestellen. Ik heb een bed gevonden en ik ben echt mega blij. Ik ben echt benieuwd wat voor bed het gaat zijn, want het was echt heel lastig met wat we hebben om daarbij een bed te vinden wat erbij aansluit. En het was natuurlijk niet dat we een nieuw bed gewoon wilden om een nieuw bed, maar ja, eigenlijk noodgedwongen omdat die ander gewoon in de inbraak kapot is gegaan. Moesten we een nieuw bed en we hadden alle andere dingen natuurlijk al gekocht. En dit bed is niet meer te koop. Dus ik kon ook niet dezelfde halen. Dus anders moesten we weer al onze plannen omgooien. En het werkte al allemaal niet echt mee, die slaapkamer. Dus ik moest gewoon een bed vinden wat ik er mooi in vond passen. En omdat we echt specifieke kleuren wel al hebben, is het niet heel makkelijk om dan willekeurig maar iets erbij te doen. Want heel veel zou niet staan. Maar voor morgen zou die al geleverd moeten worden, staat hij. Dus ik ben echt heel benieuwd. Ik ben nu... Sorry, ik moet echt opschieten, want het bedzoeken heeft best wel lang geduurd. Lunch voor Sarah maken en dan ga ik naar de overblijf. En daarna heb ik huisarrest, want het nieuwe raam wordt ook gemaakt. En ik werd net gebeld, al door de monteur. Want ze bellen altijd nog voor bevestiging van de afspraak. Dus dat gebeurt als het goed is nu echt vandaag na al die maanden. Volgens mij zijn we al 3/4 jaar verder namelijk. Vandaar dat het raam kapot is gegaan. Dus dat zou echt zo fijn zijn. En ik heb natuurlijk al een van die vensterbanken voor in de slaapkamer gehaald. Die andere die komt als het goed is einde deze week. Ik heb nog een kleinere vensterbank voor over de echte vensterbank die erbij matcht. Dus zo al bij al komen we er. Heb ik binnenkort echt een nieuwe slaapkamer en ik ben zo blij. Aangezien ik toch met huisarrest thuis zit, ben ik weer bezig met fotoalbums. En dit is zo leuk. Dit is de eerste verjaardag. Dit is de foto met mijn opa. Echt zo schattig. En dit is een... Kijken. Met het taartje. Echt. En oh, ze vond het allemaal zo spannend. Nu vindt ze het helemaal geweldig in het middenpunt staan. Toen was dat nog een iets ander verhaal. En dan, ik heb al die foto's wat ik al zei daar uitgelegd en in de boekenkast uitgelegd. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb, want elke keer kijk ik wat er dan komt. En dan hoef ik alleen even naar het stapeltje te zoeken. En dan heb ik dat, dus dat gaat best wel snel. Best wel wat er al in. Ik denk echt dat ik de helft van deze stapel gewoon al weg heb, dus dat gaat best lekker. Ik heb Sarah nu net opgehaald, maar wat er echt gebeurde, ik eerst. Ik loop daarheen en ik loop langs een huis en er staat een vrouw de auto uit te laden. En ik loop daar gewoon langs en er schiet een hond voorbij en die rent op me af en die bijt zomaar in mijn knie. En heb ik nog geluk gehad dat het is wel open op mijn knie, maar niet heel erg. Omdat die voornamelijk mijn broek, die is wel ook beschadigd zeg maar, een beetje kapot. Mag ik je nu? Maar, oh wil je hem even pakken dat ding? Dat is te groot eigenlijk voor mijn zak, maar dat had ik in mijn zak. Maar wat me nou weer gebeurt, dat ik echt denk, hoe dan? Oh, wat wil jij vertellen? Ik was bij Mila op haar trap. Te snel aan het lopen, dat kan ik mijn scheen stoten. Ja, ik mijn scheen nog steeds niet 100% en Sarah nu ook. Maar goed, ik moet dat ding even met Sarah in de auto leggen. Ik moet nog wat uit de auto halen en daarna gaan we lekker eten. Nou kijk, dit is dus gewoon mijn knie nu. Echt te bizar. En in mijn broek zit ook gewoon een gat.
We zitten in de auto. Ik heb op iedereen's aandringen de huisartsenpost gelijk gebeld. En die zeiden ook, ja, je moet dus inderdaad ook gelijk langskomen. En ik heb zoiets, nou, ik vind het een vrij klein wondje. Maar ik zat maar met tegen de auto met mijn scheenweer. Ja, ze stoot de scheenweer. En ik ging thuis huilen erom. Ja, dus het gaat echt lekker hier. Maar goed, mijn tetanusprik die is meer dan 10 jaar geleden. Dus ik moet hem wel halen. Want zodra je een open wond hebt, moet je hem altijd halen, hoe groot of klein dan ook. Ik wist wel van 10 jaar, maar ik dacht met oppervlakkig wondje niet. Dus ik denk, nou, ik bel en dan hoef ik wel dat ik niet hoef eigenlijk. Daar ging ik vanuit. Maar ik moet dus wel komen. Ik heb het wel gelijk kunnen regelen. Ze zei, ja, het is een prik, weet waarvoor je komt. Want eigenlijk was het later, maar ja, Marco is er nu niet. Dus ik zat een beetje, ja, dan moet ik ze aan de bed of moet ik oppas regelen. Ik denk, heel gedoe. En dan gaat het hem gewoon niet worden. En daar heb ik even geen zin in. Ik heb gisteren ook al oppassen moeten regelen. Omdat ik snel wat moest doen. Ik denk, vraag het. Ze zei, nou, dan doen we hem wel gewoon tussendoor. Dat kan wel, want je komt heel gericht. We weten hoe of wat. Er is verder geen onderzoek. Het is een prik en klaar. Nou, dus dat is mega fijn. Ik heb Sarah echt, want we hadden echt nog 10 minuten voor we de deur uit moesten. En ik had met heel veel geluk, had ik gisteren gekookt voor 2 dagen. Dus ik hoefde echt alleen maar op te warmen. Dus ik heb snel een beetje spaghetti gegeven, heeft ze vast gegeten. We kunnen, als we terugkomen, eet ze nog een beetje en dan kan ze gelijk naar bed. Heeft zij goed gegeten en ik eet daarna. En ik heb nu al even een rijstwafel. Ja, en je hebt nu een rijstwafel ook nog. Dus. Wat horen dat? Dus, maar echt weer een mooi verhaal. En, maar ik stond er net zo verschrikkelijk perplex. Want het was heel raar. Die hond komt om die auto heen gerend. En die rent op me af en die bijt echt gelijk in mijn knie. Dus ik schrok me ook kapot, want die hond kwam helemaal uit het niets. En ik liep echt normaal. Ik was niet eens iets aan het doen. Ik had geen camera in mijn hand, geen telefoon. Ik liep echt gewoon alleen. En die vrouw, die kijkt mij aan. En die zegt... Ja, schrik je nou? Dat moet je ook niet doen. Dus ik zeg, heeft het nou tegen mij? Zegt hij dit nou echt serieus tegen mij? Ze zegt, nee, ik heb het tegen die hond. Ik zeg, maar kijk mij aan. Nee, ik heb het tegen die hond. En toen begon ze die hond aan te kijken. En ik stond zo perplex dat ik ben doorgelopen. En toen belde ik bij Mila aan. En toen pas dacht ik, ik ben gewoon doorgelopen. Maar ze vraagt niet eens, joh, heb je wat? Is er iets kapot? Of wat dan ook. Weet je, en dat hoor je gewoon te vragen. Oh, hij zit een beetje wijd. Ik zal hem even goed trekken. Dat ik echt denk, hè? En mijn broek is gewoon kapot ervan. Nou, ik heb hem... Oh, lekker scherp weer. En ik zei weer nou. Ik heb mijn prik gehad. En ik heb echt een hele prachtige Garfield pleister gekregen. Ik mocht Sarah erop plakken. Superleuk. Die heb ik ook gelijk op bed gelegd. Ik ga even snel editen, want dat is gisteren ook niet van gekomen. Dus ik moet nog 2 vlogs editen en dan ga ik nog even foto's inplakken. Want ik heb nu zo verschrikkelijk veel gedaan dat ik gewoon die stapel af wil hebben. Ik heb echt 2/3 al gedaan. Dus nu wil ik het gewoon vanavond af, maar ik wil eerst even die vlog, want daar wil ik niet bij achterlopen. Mijn hele computer is up-to-date, dus ik ga eerst dat doen en daarna even kijken hoe ver ik kom. Oh, het is echt erg. Ik ben dus zo druk met de foto's bezig geweest. Kijk ik op de klok, zie ik dat het gewoon al 10 over 12 is. Ik ga snel Sarah de beker maken en dan mijn bedje in. Dus bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei!